Een uur voordat de officiële uitslag van het herindelingsreferendum bekend werd gemaakt, vierden de Harlingers al een feestje in de raadzaal van het stadhuis aan de Noorderhaven. De uitslagen van 3 stembureaus maakten toen al duidelijk dat Harlingen in overgrote meerderheid had gekozen voor zelfstandigheid. Niemand maakte zich druk over de fusiepartners Menaldi Madeel of het Bild. Maar de gedachte dat Harlingen met Franeker samen zou gaan, dat was toch echt een stap te ver. Ik sprak met Eus de Groot, voormalig ambulancechauffeur en nu als vrijwillige natuurbeschermer actief. Eus, ik wist niet dat jij politiek bewust was. Nee, maar ben ik ook niet. Nee, maar wat vind jij van deze avond? Ja, wat zou ik ervan zeggen? Ik bedoel, ik vind het wel belangrijk dat mensen gingen stemmen vandaag. De opkomst viel mij een beetje tegen eigenlijk. Vind ik wel jammer. Wat denk je van de uitslag? Hoe wordt de uitslag? De uitslag, die staat een paal boven water. Niet bij Franeker. Waarom niet? Er is niks te halen voor ons. Wij moeten de andere kant uitkijken. We moeten wel samenwerken, echt wel. Eventueel met even eilanden of zo. En anders over Asselendijk. Die gaat uit. Moet gewoon veel groter, joh. Dit geneuzel hier in Friesland. Dat schiet niet op. Wat moet nou met mij? Zou jij Bode in Franeker willen zijn? Nooit één keer. Want dan ben ik met pensioen. Ah, maar dus, jij is zo'n jonge dus kerel. Dus ik kan makkelijk zeggen van nooit één keer, want dan ben ik met pensioen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Fractievoorzitter Hein Kuiken van de PvdA is een overtuigd tegenstander van de fusie. Hein, ja. Ben jij raadslid in Franeker worden? Ik denk niet dat gaat gebeuren, Wouter. Nee. Als ik zo de stemming hier hoor, dan is het de uitslag duidelijk. Ik heb een paar dingen gehoord. Ik moet wachten nog even op de officiële uitslag. Maar volgens mij lijkt het erop dat in overgrote meerderheid de Harlingers kiezen voor zelfstandig. En dat vind ik mooi. Ja. Wilt u even niet voor de camera langslopen? Jullie wilden ook bewust zelfstandig blijven? Ja, die keuze hebben wij gemaakt. Ja. Geen andere richting uit? Nee, nou ja, er lagen nu 2 richtingen voor. En daar hebben wij de voor- en nadelen van op een weegschaal gelegd. En wij kozen in deze kwestie voor zelfstandigheid. Ja. Terwijl de Harlingers zich te goed deden aan smakelijke hapjes en drankjes, werd in de burelen van het Harlingen stadhuis koortsachtig geteld. Ook de burgemeesters van Franeker Adeel en Menaldi Madeel waren ten tonele verschenen. Ik hoorde een Harlinger zeggen, ach, ze kunnen er ook niks aan doen. Maar de Harlingers willen een zelfstandig volkje blijven in Friesland. Dat bleek wel toen burgemeester Roel Sluiter de uitslag bekend maakte. Ik moet zo natuurlijk bij het vertellen van de echte uitslag mijn ambtsketen omdoen. Ja. Maar we kunnen wel vast starten, want u hebt lang genoeg gewacht. Ik wil eerst even iets heel anders zeggen nog. Dit is een mooie dag geweest. In Harlingen heeft de hele dag natuurlijk in het teken van dit referendum gestaan. Dat leek ook het belangrijkste misschien wel in Friesland te worden. We werden allemaal een beetje overvallen door de berichten uit Oost-Stellingwerf. Waardoor een vreselijk ongeluk 3 mensen in een mestsilo zijn omgekomen. Dat is misschien toch even iets om even bij stil te staan, want dat gaat om heel andere dingen. Dit is hoe dan ook, hoe de uitslag zo ook blijkt te zijn. Daar moeten we mee verder, daar kunnen we ook mee verder, dat is ook iets van hoop. En dit zijn natuurlijk heel verschrikkelijke dingen die een gemeente kunnen overkomen. Dus het is misschien goed dat we dat eventjes noemen hier. En ik zal het morgen ook even een teken van medeleven aan die gemeente laten weten. Dan kan ik u melden, nu gaat de bodem me helpen met de ambtsketen. Ik kan u melden dat er een geldig referendum is. Dus dat is heel mooi, dat is al een heel belangrijke eerste mededeling. Het werk is inderdaad nog niet helemaal afgelopen, want we krijgen natuurlijk nog de beslissende raadsvergadering, waarbij ook de referendumcommissie nog een rol heeft. Maar tot zover denk ik dat het ook heel goed is om de referendumcommissie alvast voor zijn diensten te bedanken. En dan nu naar de uitslag. De opkomst is 40,4% van de kiesgerechtigden. Dus dat is ruimschoots boven de vereiste 30%. Voor een zelfstandig, bestuurlijk zelfstandig Harlingen hebben gestemd 80,2%.
daar ging even het licht van uit. Maar dat betekent dat voor de fusie met het beeld Franeker-deel en met name het deel hebben gestemd 19,8%. Dat is voor het totaal van de gemeente Harlingen. Dat is een heel helder en duidelijk signaal. En eerlijk gezegd, ik zeg het in alle objectiviteit nog steeds, als er dan een signaal komt, dan kan het ook maar beter duidelijk zijn. En als we kijken naar de dorpen, want dan ligt het toch nog eventjes anders, is misschien wel het vermelden waard. In Midlum is voor het zelfstandig blijvende Harlingen 70,4% en dus 29,6%. Dat ligt dus iets genuanceerder. En in Wijnaldum ligt het nog genuanceerder. Daar is voor het zelfstandige Harlingen 64,8 en 35,2% voor de fusie. Het totaal dus, nog één keer herhalen, 80,2% voor zelfstandigheid en 19,8% voor de fusie.